Yo, welkom bij een nieuwe video van Clash of Clans. Ik zie na een intro. Twee, één. Ik heb heel veel geüpgraded, heel veel. Ik ben nu Nee, dit is niet mijn account. Wacht. Wacht heel even, een knip. Ik heb heel veel geüpgraded en mijn dorp wordt aangevallen. Oh nee, dan ga ik even meekijken. Dat is wel irritant dat mijn dorp wordt aangevallen, man. Hij begint met een kar. Ik noem dat gewoon een kar in het Engels. Volgens mij is dat ook een kar. Hij doet Queen Walk met helers erachter. Volgens mij 4 of 5 helers. Ja. Als je nog niet geabonneerd bent, doe zeker een belletje en abonneer op Keizer Gamers. Dat is mijn YouTube kanaal. Hieronder. Ja, dan moeten we weer wachten. Ik zie jullie als de aanval. Ik ga dit gewoon afkijken. Hij gebruikt Hawk Riders. Hij pakt bijna mijn stadhuis, maar hij heeft een tovenaarstoren. Heeft hij gewoon kapot gemaakt. Maar niet het stadhuis. Achter doet hij ballonnen en dat was de aanval. 1 ster. Ja, dorp heb ik gekopieerd van iemand anders bij Windkracht 10. Dat is wel een chille clan. En nu even wachten voor de dat ik ik zeg heel veel dat ik de wacht, nu even wachten dat ik in mijn dorp kan. Het staat er ook. Je dorp wordt aangevallen. Oh nee, nee, nee. Ja, natuurlijk. Ik zie het. Mijn dorp wordt aangevallen. Maar oké. Eindelijk naar huis. Oké. Ja, ik ben aangevallen. Min 7. Helaas min 7. Maar het is wel gelukkig dat het niet zo elke keer is. Min 24. Want hier heb ik ook gezien dat het min 10 is. Maar ook weer plus 18 en plus 24. Dat is wel handig. Ik heb de war gestart. We hebben een war gewonnen. 2 eigenlijk. Achter elkaar hebben we 2 clan wars gewonnen. 1 tegen ja, een naam die ik niet kan noemen. En 1 tegen monster en een naam die ik niet kan noemen. 40 tegen 39. Die was best wel moeilijk. Maar we hadden net gewonnen. Ik zal even een paar aanvallen laten zien. Eén van Sander. Shoutout naar hem. Hij plaatst bliksemspreuk. Hij doet, ik weet niet wat voor deck dit is. Met Valkyrie. Ik ken al die namen niet qua met die Valkyrie en zo. Hij doet een Queen Walk. Ja, zoiets. Hij doet ook een Queen Walk. Dat een beetje sneller gaat. Heeft hij het stadhuis gepakt? Hij heeft het stadhuis gepakt. Dat is wel nice. Want we moeten wel dat hij 2 sterren heeft gehaald. De clan wall gaat gewoon goed. Ik ga even aanvallen. En dat doe ik in Titanen 3. Ik ben niet zo hoog meer met mijn bekers. Ik sta op nummer 88. Ik moet nog heel veel om
laten komen. 4400 moet ik voor Titanen 2 te gaan. Maar mijn record is Titanen 2, 4451. Ik zal eens aanvallen. Ik zie jullie na een aanval. Zo, ik heb een aanval. Ik heb een aanval gevonden. En ik doe 8 AP-spreuken. Want dan kan ik gewoon naar binnen. Dus 1, 2, 3, 4 doe ik hier. En doe ik hier ook 1, 2, 3, 4 van aardbevingsspreuken. En dan ga ik erin met Golem, IJsgolem, IJsgolem. Paar. Kleine troepen komen eraan. Dus dan moet ik tovenaars doen. En heler. Of heler, ik bedoel kleine troepen. En dat is juist handig met de hoe heet dat? De IJsgolems, die vriezen gewoon de kleine troepen. Dus dan kunnen die klantroepen ook meteen weer weg. Ja, het stadhuis pakken bij stadhuis level 14 is best wel makkelijk. Oh, ja. Dan heb ik deze ingezet. Nee, die heb ik niet ingezet. Dit is best wel een OP ding. Die gaat gewoon makkelijk mee alles pakken. Oké. Okay. 1 ster hebben we. We hebben het stadhuis. Dus ik weet niet hoe ver we komen met dat ding. Ik denk dat het bij 1 ster blijft. Want alles is weg. Helaas. Ja. Dit was de aanval, denk ik. Een buit van heel veel buit. Maar even kijken, wat was de buit? 4030 of 4030 goud, 1000, nee, 430.000 goud, 150.000 elixir en 1100 duister. Dus ik probeer vaker video's te maken, maar het zal niet elke week zijn. Want ik heb ook een YouTube kanaal op Doen Maar Sporten. Ik heb 2 YouTube kanalen. Dus vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer. En tot de volgende keer.